Moeten we wel feestbeesten hebben. Maar ik ga gewoon bellen trouwens. Waarom? We gaan bellen. Omdat... Bullshit. Omdat we dit kunnen winnen, gek. Ja, kunnen winnen. Ja. Alleen het als het kunnen. Weet je? Ja, ik durf te wedden dat niemand op dit woord is gekomen. Kom aan. Wie komt er nou op mierwerp gooien? Ja, wees nou eens realistisch. Ah, joh. Allemaal zonde van het geld. Hé, er kunnen vier mensen winnen, hè? Ja, vier mensen. Kunnen één van die vier zijn? Weet je hoe groot die oplage van die krant is? Nee, maar moet je... Ja, inderdaad. En stel je voor dat dit... Ik ga nog even aanmoedigen ook. We hebben toch een bed nodig voor de BNB? Hé. Hey. Ja. Hey. Nou, waarom zou je het niet doen? Ik heb gezegd wat ik ervan vond. Ik heb niks te verliezen. Ja, ik breng hem zo terug. Top. Nooit geschoten is altijd mis. Oh, ik kan ook echt niet normaal eten. Ik had het nummer opgeschreven. Cent per gesprek. Plus uw gebruikelijke belkosten. Welkom bij Puzzelen op zaterdag. Voer nu eerst uw 10-cijferige telefoonnummer in. Sluit af met een hekje. Spreek na de pieptoon uw oplossing in. Sluit af met een hekje. Antwerpen. U hoort nu wat u heeft ingesproken. Antwerpen. Bedankt voor het meedoen met Puzzel op zaterdag. Winnaars krijgen na afloop van de actie schriftelijk bericht thuis. Oh. Ik wil nog even vermelden dat het te volgen is op de livestreams, maar... Dat kon niet. En nu? Nu hopen we dat we gewoon bericht krijgen ervan. Straks hebben we gewoon gewonnen, hè? Dat is lelijk. En is het bed voor ons. Wat ga je dan kiezen? Ik denk dat 52 ook gewoon heel weinig is vergeleken met die dingen hoe die kosten, hoor. Nou, dan kopen we alleen een poef. Ja. Alleen een bijzettafel. Ja. Wil jij Utopia 24 uur per dag, 7 dagen per week volgen? Ga naar sbs6.nl/utopia en meld je aan.